tegen Bartel. Morgen FC Emmen. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, ik verwacht wel een lastige wedstrijd. Emmen die wil toch nog even laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Daar hebben ze nog precies 3 wedstrijden voor. Dus ik denk dat die er alles aan gaan doen om het seizoen goed af te sluiten. Ja, wij moeten ons daar tegen wapenen. We zijn goed bezig, we hebben alle vertrouwen. Dus ik verwacht wel dat wij de 3 punten mee naar huis nemen. En jullie worden morgen gesteund door in totaal zo'n 1000 fans. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Ik heb het na de wedstrijd tegen de Graafschap al even aangegeven. Het is gewoon heel belangrijk. Als je er even doorheen zit, dan kunnen de supporters je over het dode punt heen helpen. Dan geef je toch weer net even wat extra gas. Dus het is gewoon hartstikke mooi dat die jongens allemaal weer meegaan. En die steunen ons altijd. En zijn jullie nu ook extra gespannen nu je kampioen kunt worden? Nee, we weten wel waar we mee bezig zijn. We weten ook wat we zouden kunnen bereiken, maar je hebt het niet in eigen hand. Dus het enige wat wij kunnen doen is alles geven, zodat we, wat we de laatste weken ook al doen. Ja. En dan wat er allemaal gebeurt, dat zien we dan wel. Ja, wanneer was het omslagpunt dat jullie er echt in begonnen geloven, dat kampioenschap? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je iedereen voor zich vragen. Daar kan ik zo geen antwoord op geven. Maar gewoon de manier waarop we bezig zijn de laatste weken, dat geeft vertrouwen en dat moeten we vasthouden. Ja. En nogmaals, dan kunnen we na 3 wedstrijden kijken waar we staan. Ja, je hebt nu zelf 7 keer gescoord, dat is 1 keer vaker dan vorig jaar. Ben jij tevreden met jouw seizoen? Ik heb een heel raar seizoen gehad, denk ik. Ik bedoel, ik heb naar mijn idee te weinig gespeeld. De laatste tijd krijg ik wel de kans. Denk ik dat ik het goed doe. En het seizoen kan natuurlijk heel mooi worden. Maar goed, het is nog niet afgelopen, dus we gaan kijken wat er gebeurt. Maar of ik tevreden ben, dat is lastig te zeggen. Over de laatste weken wel. Laat ik het zo zeggen, over de minuten die ik heb gespeeld ben ik tevreden. Ja. En over de minuten die ik niet heb gespeeld, daar kan je moeilijk tevreden over zijn. Henk de Jong, morgen FC Emmen. Het is een ploeg die wisselvallig presteert en op de 13e plaats staat. Hoe kijk je tegen zo'n ploeg aan? Oh, Emmen heb ik altijd respect voor. Ploeg van Joop Gal, dus dat is altijd strijd. En Emmen is voor ons altijd een lastige tegenstander. En een beetje noordelijke derbies. Ja. Dus met al. Komt erin en Maat Dijkstra gaat naar achter. Dus eigenlijk wel gewoon logische wissels. Dat moeten we ook doen. Hè? Dat het gewoon duidelijk blijft wat we doen. En dat is voor de groep gewoon belangrijk. En dus, er zijn ook geen geheimen. En Juri Roos dus weer op het middenveld? Ja, Juri is weer bij. En Juri is een bewaker. Hè? Dus een hulp voor ons dat er leiding in het veld is. Dat vindt hij denk ik ook leuk om dat te doen, hè? Die rol zit hij. Ja, dat doet hij gewoon goed. Hoe is het met Michiel Hemmen? Michiel kan morgen mee, Michiel gaat goed. Okay. Dus ik hoop dat hij morgen, hij zou een 30 minuten kunnen spelen. Ik hoop niet dat het hoeft. Hè? Of dat we hem in kunnen brengen dat het kan. Als je moet forceren, brengen we hem wel. Maar ik hoop niet dat het nodig is. Ja, mede dankzij zijn vervanger Martin Bart doen jullie nog volop mee in de kampioenstrijd. Hoe belangrijk is het om zo'n tweede spits te hebben? Ja, Martijn is allemachtig belangrijk geweest. En het is ook goed voor de jongen geweest om dat te kunnen laten zien. Even niet de druk van Michiel erachter. Nou, dan zie je ook het publiek dat het ook herkent. Nou, dat is ook belangrijk. Want hij wil echt voor Cambuur, het gras wel opvreten. Er zit niet veel meer op, maar bij wijze van spreken. En dit is gewoon lekker voor hem. Dat doet hem goed. En jullie moeten dus morgen winnen. En hoe belangrijk is die steun van in totaal zo'n 1000 fans dan morgen? Ja, dat is mooi. 2 weken terug werd ik uitgelachen toen ik zei, er komen 500 mee. Ja. Maar voor mij zijn er nu het dubbele. Dus dat is leuk en dat doet ons goed met z'n allen. Jullie werden als helden onthaald op het Cambuurplein. Is het lastig om dan de kop erbij te houden daarna? Nee, dat is alleen maar stimulerend. Nee, gewoon prachtig, prachtig. Nee, dat is het moment. Hè? En ik hoop dat we het morgenavond weer hebben. En dan gaan we weer door naar vrijdag toe. Nee, dat is het moment. De volgende dag geniet je er even van. En dan ga je weer door naar de volgende wedstrijd. Daar sport je voor bij een profclub. Anders moet je zeggen, we gaan terug naar amateurs, dan gebeurt het niet. Dit is Cambuur. Ja. Er zijn ook maar weinig clubs in Nederland waar het gebeurt. Dan moet je ergens anders heen gaan. Wat ging er door je heen toen je dat zag? Ja, dan krijg ik wel kippenvel en dan ga ik even staan, even te genieten. En dan kijk ik even de jongens tussen die mensen doorlopen. En Sander en Jan, dat zijn toch unieke Cambuur mensen, die worden even toegezommen. Nou, daar kan ik van genieten, jawel.